De Stichting Jonge Onderzoekers zit tussen hoop en vrees. Bij de Jonge Onderzoekers kunnen kinderen in hun vrije tijd alles leren over techniek. Het stadsbestuur wil de subsidie in 2012 stopzetten, maar werd voorlopig teruggefloten door de gemeenteraad. De gemeente had moeten onderzoeken op wat voor manier techniekonderwijs voor de stad behouden kon blijven en welke rol de Jonge Onderzoekers hierin kunnen spelen. Dit onderzoek heeft volgens de Jonge Onderzoekers echter nauwelijks plaatsgevonden. Ja, waarom daar niks mee gebeurd is en waarom gewoon dat voorstel is blijven staan zonder onderzoek, zonder ook zeg maar, wat wij hebben gedaan. Hè, kijken of we met bijvoorbeeld het kunstencentrum of NDE kunnen samenwerken. Ja, ik snap het gewoon niet. Wij hebben ons best gedaan en wij willen heel graag. Een van de oplossingen kan zijn om samen te werken met de Stichting Natuur- en Duurzaamheidseducatie. Maar dit is niet onderzocht. De Jonge Onderzoekers zijn nu zelf hard op zoek naar partijen om mee samen te werken, om zo te overleven. Wij hebben zelf contact gezocht met verschillende organisaties, Hans Hogeschool, RUG, Noorderpoort, Alfa. En die zeggen dat zij wel geïnteresseerd zijn om samen te werken. We hebben ook contact gezocht met het Natuur- en Duurzaamheidseducatiecentrum, dat valt onder de gemeente. En die hebben gewoon echt de deur dicht gedaan voor ons. Ja, dat snappen wij niet helemaal. Volgens de Jonge Onderzoekers is het eeuwig zonde als het techniekonderwijs in de stad wegkwijnt. Wij horen alleen maar van leraren dat ze staan te springen. Als er toch iets is voor kinderen die ja, een talent voor techniek hebben, dat ze dat dan in hun vrije tijd kunnen gaan doen. Als dat er niet is, dan houdt het voor heel veel kinderen op. Woensdag wordt het lot van de Jonge Onderzoekers in de gemeenteraad besproken.